Deze nieuwsuitzending is voor het slapen gaan. En ik ga een stukje voorlezen. Ik heb een boekje hier in handen. En dat is oorspronkelijk geschreven in het Duits door Arthur Schopenhauer. En dat is niet echt een boekje, maar het zijn essays. Korte verhaaltjes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, bijna 30 of zo. Leuke titels, hè? Over de verveling, dat lijkt me ook een leuke. Ik heb het allemaal gelezen. Het zijn essays en die zijn in het Nederlands vertaald. Het is uitgegeven in 1974 in het Nederlands. Sir Wim Raven heeft dit gedaan. Uitgeverij De Arbeiderspers. Amsterdam en Antwerpen. De titel voor de verzameling van de essays is Er is geen vrouw die deugt. Maar het is een polemische titel. Dat heeft die Nederlander erop geplakt. Het eerste essay dat gaat daarover. En dat is vertaald in het Nederlands. En dat lees ik voor. Dat heet Over vrouwen. Beter dan in Schillers weldoordachte, met antithese en contrast werkende gedicht Würde der Frauen, wordt volgens mij de ware lof der vrouwen uitgedrukt in deze paar woorden van Jouy. Sans les femmes, le commencement de notre vie serait privé de secours, le milieu de plaisir et le fin de consolation. Pathetischer drukt Byron het uit in Sardana Paulus in de eerste acte, scène 2. The very first of human life must spring from a woman's breast. Your first small words are taught you from there, from her lips. Your first tears quenched by her, and your last sighs, too often breathed out in a woman's hearing. When men have shrunk from their ignoble care of watching the last hour of him who let them. Gaat hij verder. Allebei beoordelen zij de waarde van de vrouwen vanuit het juiste gezichtspunt. Alleen al de aanblik van het vrouwelijk lichaam leert ons dat de vrouw niet geschikt is voor zware geestelijke of lichamelijke arbeid. Schopenhauer vind ik zo leuk, hè? De schuld van het leven betaalt zij niet door daden, maar door lijden. Door de weeën bij de geboorte, de zorg voor de kinderen en de onderworpenheid aan de man. Schopenhauer is een grappenmaker. Voor wie zij een geduldige en opgewekte levensgezellin behoort te zijn. Ja, dus even herhalen. De schuld van het leven betaalt zij niet door daden, maar door lijden. Door de weeën bij de geboorte, de zorg voor de kinderen en de onderworpenheid aan de man voor wie zij een geduldige en opgewekte levensgezellin
behoort te zijn. Zwaar lijden, grote vreugde en krachtsvertoon zijn haar niet beschoren. Haar leven moet stiller, onbetekender en kalmer verlopen dan dat van de man, zonder dat zij daarom wezenlijk gelukkiger of ongelukkiger is. Dat vrouwen zo geschikt zijn om ons in onze vroegste jeugd te verzorgen en op te voeden, komt omdat zij zelf kinderlijk en dom en kortzichtig zijn. Komt omdat ze zelf kinderlijk en dom en kortzichtig, in één woord, hun leven lang grote kinderen zijn. Een soort tussenstadium tussen het kind en de man die de eigenlijke mens is. En dit kan je dus tegenwoordig in Nederland nog steeds kopen hoor, dus geen enkel probleem. Maar het is Schopenhauer aan het woord. Dit is niet de fucking Bijbel, snap je? Men moet er maar eens op letten hoe een meisje dagenlang met een kind kan spelen en dansen en zingen en zich dan afvragen wat een man met de beste wil van de wereld in haar plaats zou kunnen doen. Wat hiermee bedoeld is, vrouwen die doen heel goed met kinderen spelen. Zo'n blokje aangeven, krijg je een blokje terug en een beetje spelen met kinderen. Maar een man doet, die pakt dat anders aan. Nou, gaan we weer door met Schopenhauer. Met meisjes heeft de natuur het voorzien op wat men in toneeltermen een knaleffect noemt. Want zij heeft hen voor een paar jaar toegerust met een overvloed aan schoonheid, charme en weelderigheid ten koste van hun verdere leven. In een paar jaar kunnen ze de fantasie van een man zo gaan beheersen dat hij ertoe overgehaald wordt om haar levenslang op een of andere manier keurig te onderhouden. Om hem tot deze stap te bewegen, gaven verstandelijke overwegingen alleen blijkbaar geen voldoende garantie. De natuur heeft dus de vrouw, net als ieder ander schepsel, uitgerust met de wapens en werktuigen die ze nodig heeft om haar bestaan veilig te stellen. En dat juist in de periode dat zij die nodig heeft, waarbij de natuur wel met haar gewone zuinigheid te werk is gegaan. Want zoals een vrouwtjesmier na de paring haar vleugels verliest, omdat die voortaan overbodig zijn en zelfs gevaarlijk bij het broeden, zo verliest de vrouw meestal haar schoonheid na 1 of 2 bevallingen. Waarschijnlijk om dezelfde reden. Jonge meisjes beschouwen daarom hun huishoudelijke of beroepsbezigheden in hun hart als bijzaak. Of zelfs alleen als een spelletje. Het enige beroep dat zij serieus nemen is de liefde, hun veroveringen en wat ermee samenhangt, zoals toilet maken, dansen enzovoort. Even voor de duidelijkheid, dit boek is gepubliceerd. Ja, begin 19e eeuw. Ja, in 1800 was meneer Schopenhauer 12. Kijk hoor. Ja, in 1813 heeft hij zijn eerste promotie gedaan in Jena.
Een tijdje terug, hoor. Hoe nobeler en volmaakter iets is, des te later en langzamer komt het tot rijpheid. Een man bereikt zijn verstandelijke en geestelijke rijpheid zelden voor zijn 28ste jaar. Een vrouw al met haar 18e. Maar haar verstand is er dan ook naar. Het is wel heel armzalig uitgevallen. Zo blijven vrouwen hun leven lang kind. Ze zien altijd alleen maar het meest voor de hand liggende. Ze interesseren zich alleen voor dit ogenblik. Verwarren schijn met werkelijkheid. En verkiezen kleinigheden boven de belangrijkste aangelegenheden. Want dat de mens niet, zoals een dier, alleen in het heden leeft, maar ook in het. Ook het verleden en de toekomst overziet en overdenkt, dat komt door het verstand. Daaruit ontspruiten de voorzichtigheid en de zorg en de ongerustheid die hem dikwijls kwellen. Aan de voor- en nadelen hiervan heeft de vrouw minder deel, omdat zij een zwakker verstand heeft. Zij is eigenlijk geestelijk bijziende, want haar intuïtieve verstand ziet van dichtbij heel scherp, maar heeft slechts een klein gezichtsveld, zodat dingen die wat verder af liggen daar niet binnenvallen. Vandaar dat afwezige, verledene en toekomstige en een veel zwakkere indruk maakt op vrouwen dan op ons. En daaruit komt de zucht naar verkwisting voort, die bij hen veel vaker voorkomt en soms aan waanzin grenst. De vrouw is van nature verkwistend. Een vrouw denkt in haar hart dat het de taak van de man is om geld te verdienen en die van haarzelf om het uit te geven. Zo mogelijk als de man nog leeft, maar in elk geval na zijn dood. Het feit dat de man haar voor de huishouding geeft wat hij verdient, sterkt haar in dat geloof. Hoeveel nadelen dit ook met zich meebrengt, het heeft niet het voordeel dat de vrouw meer opgaat in het heden en daarvan, als het er maar enige aanleiding toe geeft, meer kan genieten. Daaruit vloeit de voor de vrouw zo kenmerkende opgewektheid voort, die haar in staat stelt met haar zorgen overladen man op te beuren en zo nodig te troosten. Het is helemaal geen slecht idee om naar oud-Germaans gebruik in moeilijke zaken ook de vrouwen te raadplegen. Want hun kijk op de dingen is heel verschillend van de onze. Vooral omdat zij graag de kortste weg naar het doel en het meest voor de hand liggende in het oog houden. Wat wij meestal over het hoofd zien. Maar juist omdat het vlak voor onze neus ligt. Daar moet ons dan op gewezen worden, zodat wij het voor de hand liggende en eenvoudige weer kunnen zien. Bovendien zijn vrouwen beslist nuchterder dan wij, waardoor zij de dingen niet meer zien dan er werkelijk in zit. Terwijl wij, als onze emoties oplaaien, gemakkelijk iets groter maken dan het is, of er iets denkbeelders aan toevoegen. Om dezelfde reden hebben vrouwen meer medelijden en dus naaste liefde en deelneming met ongelukkigen dan mannen. Maar in rechtvaardigheid, redelijkheid en nauwgezetheid zijn zij weer hun minderen. Want ten gevolge van hun zwakke verstand oefenen actuele, zichtbare, onmiddellijke, reële dingen een veel grotere macht over hen uit dan de abstracte gedachten, staande regels, vaste besluiten en in het algemeen het denken aan verleden en toekomst.
aan wat afwezig is en ver. Want voor de deugd in de eerste en voornaamste plaats vereist is, hebben zij dus wel, maar aan het secundaire, aan het werktuig dat dit daarvoor dikwijls nodig is, ontbreekt het hun. Ze zijn in dit opzicht te vergelijken met een organisme dat wel een lever, maar geen galblaas heeft. Ik verwijs hierbij naar paragraaf 17, naar mijn verhandeling Über das Fundament der Moral. Ja, dat is een boek uit 1840, dus dit is zo'n daarna. Men zal dan ook als fundamenteel defect in het vrouwelijke karakter een gebrek aan rechtvaardigheidsgevoel aantreffen. Dat defect ontstaat in de eerste plaats uit het aangetoonde gebrek aan verstand en overleg en wordt nog vergroot door het feit dat zij als zwakkere van nature niet zijn aangewezen op kracht, maar op list. Vandaar hun instinctieve geslepenheid en onuitroeibare zucht tot liegen. Want zoals de leeuw door de natuur is uitgerust met klauwen en een scherp gebit, de olifant met slagtanden, het wilde zwijn met houwers, de stier met horens en de inktvis met inkt, die het water troebel maakt, zo is de vrouw om zich te beschermen en te verdedigen uitgerust met huichelarij en is alle kracht die de man in zijn lichaam en zijn verstand heeft gekregen, de vrouw geschonken in de vorm van huichelarij. De huichelarij is haar aangeboren en wordt dus bij een domme vrouw in dezelfde mate aangetroffen als bij een verstandige vrouw. En daarvan bij iedere gelegenheid gebruik te maken is voor haar net zo natuurlijk als het voor dieren is om bij een aanval dadelijk hun wapens te gebruiken. En ze heeft in zekere zin het gevoel dat ze daarbij haar rechten uitoefent. Daarom is een helemaal oprechte, ongeveinsde vrouw misschien onmogelijk. Ook daarom doorzien zij de huichelarij van een ander zo gemakkelijk dat het niet raadzaam is het daarmee tegen hen te proberen. Uit de genoemde fundamentele defecten en wat daar nog bij komt, komen valsheid, trouweloosheid, verraad, ondankbaarheid en dergelijke voort. Aan mijnheid maken vrouwen zich heel wat vaker schuldig dan mannen. Het is eigenlijk nog de vraag of de eed hun wel moet worden toegestaan. Soms gebeurt het wel weer ergens dat dames die niets tekort komen in een winkel heimelijk iets in een tas stoppen en ontvreemden. Komt er nog een aantal pagina's. Ga ik nou niet doen. Als ik hier dan een paar kijkraars heb, kijk dan. Kunnen 10 pagina's gedaan. Worden dan iets van. Nog 2 uitzendingen. Ja. Als ik kijkraars krijg, dan is het opschiet. Dat zet ik nog wel even door. Het is wat met zo'n. Het is ook wat met een beker met een klein beetje melk erin die is opgegoten. Maar wat Schopen nou zegt, dat klopt. Wil je in mijn geval dan? Wat een drama. Zeuren en huilen. En mijnheid plegen. Dat is verschrikkelijk. Zaten we bij de relatietherapeut en mijn vrouw zat het gewoon uit de duim te zuigen. Maar oh ja, ik was ontevreden met mijn leven en waarom ook alweer. Ja, Piri is een klootzak.
En dan vroeg die man, ja, wat is er dan gebeurd? Nou, zei ze, dit en dat, zo gebeurde. En dan vroeg die man aan mij, van, klopt dat? Ik zei, ja, voor het grootste deel wel, voor het grootste deel wel. Het was zo, ik ging naar, ik moest er even boodschappen doen. En dat liep uit. En dan moest ik daarna nog wat anders doen, en toen was ik laat thuis. En zij bleef maar hameren van, wat deed je met opzit? Jij was me aan het treiteren. Ja, zei vrouw. Je liegen, mama. Wat ook weer, dat ze... Op een dag kwam ze thuis, hè, de moeder van mijn kind. Een schelde, jongen. Ik zat in de keuken koffie te drinken, shaggy te raken. En er lag een... Oh ja, ze deed de keukenla open. De messen die erin lagen, want zij wilde geen messenblok. Ik heb het liefst een messenblok. Hè. Maar dat wilde ze niet. Die messen moeten in de la. Ja, dan wordt erin gerommeld in die la en dan liggen die messen ja, alle kanten op. Moet je wel voor oppassen, ze zijn scherp. Ze had hem een schelde van, ja, jij zit de messen met de scherpe kant omhoog te liggen. Zodat kinderen pleisters nodig hebben. Jij bent een smeerlap. En mijn ervaringen met vrouwen zijn niet denderend. Nog met mijn eigen kind, nog met die moeder. Tussen mij en mijn moeder, denk ik, ah. Dat komt wel goed. Denderend gaat het niet. Mijn moeder weet bij God niet waar ik mee bezig ben. Niet zo heel lang geleden zei mijn moeder in gezelschap, een verjaardag of zo. Hè? Van ja, toen jij 6 was, toen kreeg jij een bibliotheekkaart. En dan kwam je terug met die hele enge, ingewikkelde boeken. En dat vond ik wel angstaanjagend. Ja. Het leven der roofvogels. Ja, we hebben een regenbui nu, man. Ik moet er even kijken. Ik ga vet. Wat vandaag heeft op de markt. Ongelooflijke windvlagen. Ja, ik heb het gestudeerd, hè, turbulentie. Wat mooi, hè? En dat is aan mannen, hè, om dat te begrijpen. Niet dat alle mannen zo slim zijn. Maar de moeder van mijn kinderen. Die heeft in de buurt lopen vertellen dat ik haar verkracht heb. Nee, daar zit je echt op te wachten. Onze dochter was toen 8. En ik zou die moeder in die zomer hebben verkracht.
Er is niet veel veranderd. In de tijd, sinds Arthur Schopenhauer. En niet alle vrouwen. Maar in het algemeen. Ze liegen alles bij elkaar. Om hem wat te noemen. Het was afgelopen jaar. Mijn moeder die belde mij. Van, ja, ik wil weer eens jouw familie van je vader. Dus, vader is overleden. Er zijn twee zussen die leven nog. En die ene heeft een kind. En die heeft een man. En die hebben twee kinderen. En dan ik en mijn dochter. Lekker gezellig met z'n allen. Ja, nog wat meer mensen. Nou, dat wil ik organiseren. Een overleg gehad met tante Til. De jongste zus van mijn vader. En gezegd van, nou, mijn moeder was zus en zo. En we kunnen het bij mij thuis doen, hier in Arnhem. Ja, dan moet Til moet helemaal naar Arnhem komen. En Til heeft gezuurde spieren, benen. En ze moet wel lopen. Maar dat doet ze elke dag wel naar de super. Dus ik zei tegen Til, ja, ik zal het bij jou doen. Dan hoef jij niet zo ver te rijden. Reizen. Ja, zei Til, dat is goed. Nou, gastenlijst gemaakt. En eerst al je het menu. Ik zei, nou, zullen we kippensoep maken à la mijn vader? Ja, zo, niet dat ik het precies weet, maar er zit een taugé in. En niet zoveel vermicelli, maar vooral taugé. Lekker man, zit vol met vitamine E. Lekker crunchje. Op het allerlaatste doe je dat erbij. Hè? Die net een beetje warm. Hè? Die taugé. Lekker knabbelen. Ah, ze tilde, dat vind ik goed. Nou, en haar kind, de jongste. Die oudste die woont op Aruba of zo, of Antillen. En die jongste die woont in Amsterdam. En die heeft die twee kinderen. En die zou dan een voorgerechtje maken. En toen dacht ik, nou, zo wel leuk. Als mijn dochter dan ook wat maakt. En dat mijn dochter dan gele custard, vanille custard maakt met slagroom. Voor de kinderen, die twee kinderen van mijn volle nicht. Maar ik hoef geen toetje. Ja, whisky. Maar. Voor de rest geen toetje. En dan belde ik mijn moeder op. En die had het allemaal aangesticht. Hè? Ja. Ik zei, mam, als je ook mee wilt doen. Want tante Irene, de oudste zus van mijn vader. Die zou ook wat gaan doen. En Erik zou wat gaan doen. En nou, dat nou heel leuk als mijn moeder dan ook wat doet. Hè? Ik zei, mam, wil jij dan een pak melk meenemen? En een pak custard en een bekertje met slagroom? En mijn moeder, joh, nee, dat ga ik niet doen. Ja, wat nou? En het hele avontuur van die kippensoep koken, dat was half 2 's middags beginnen in Amstelveen. En om 5 uur 's avonds was de kippensoep klaar. Hè? Goed veel prei erin. Dat is echt weer prima gelukt. Volledige avondmaaltijd. En dan mijn dochter achteraf. Hoe ik dan ook pas maanden later.
Toen ik het aan haar vroeg van wat vond je eigenlijk van de kippensoep. Waarop mijn dochter droogjes zei, nou ik vond hem niet lekker. En ja, what the fuck. Vreten we alleen nog maar McDonald's voedsel? Ja, ik snap het niet. Niet nadenken over je woord. Til zei nog wel, ik zei het tegen Til, Nina vond hem helemaal niet lekker. Ja, zei Til, ik vond hem ook een beetje aan de dunne kant. Ja, ik ben ook heel terughoudend geweest met vermicelli. Misschien wat meer. Maar... Oh ja, er zat geen zout in. Ik had helemaal geen zout gebruikt, vanwege mijn zus. Dat is zo'n zoutspecialist. Zouten, eco, zoutcelibitair of zo. Nee, ik geen zout. Ook een dom idee, by the way. Je moet voldoende zout eten, wat dan nou? Ja, maar hoeveel dan? Nou, zoveel als dat je lekker vindt. Dat is erg belangrijk. En als je niet zozeer zin hebt in zout op een ei of zo, hè? Zeker voor die dames, hè? Hoe mannen erover denken. Maar als jij dan geen zout op je pizza wil, geen zout in de macaroni of zo. Maar je moet wel je zout binnenkrijgen. En dan nemen wij limoen, tequila en zout. Dus eerst zout in je mond, dan een slokje tequila en dan hoppen in die citroen. Kom je ook aan je zout hoor, geen probleem. Als zout heb je nodig. Daar kan ik niks aan doen. Het is nu een keer zo. En vrouwen die hebben dus... Oh, 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 oh. Ik weet nog dat Wim Kruidentuin, die is dan een tijdje lang samen met een vrouw verantwoordelijk geweest voor kinderen. Is hij nog steeds tot op zekere hoogte. Dan was hij met haar in de supermarkt. Ja, zei hij, en dan koopt ze van die hele dure koekjes. Maar ja, deze zijn lekker. Terwijl Wim denkt, ja, dit is alleen maar meel met suiker. Ha, 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 ha. Gesuikerde meel, gebakken. Dat is het. Kan je thuis ook maken. Ja. In een pak meel, je doet er een ei in, een kwak suiker, klont boter, een beetje door elkaar husselen. Dan heb je dat er ook. En dat kost helemaal niks. Nou, zo'n pak kost €2,40. Voor 20 koekjes. Van die dunne. Dat is ook laatst gebleken bij een onderzoek in Amerika. Naar de hoeveelheid spaargeld per persoon. En dan of je een neger bent of een Spanjool of een blanke. En los daarvan of je een man bent of een vrouw. Nou, degene met de laagste spaarrekening, dat waren de vrouwen. Die hadden alles uitgegeven. Dus Artje Schopenhauer heeft het erover. En ik zeg je even wat er dan laatst in het internet gebeuren, krant stond. Ze nou weer ontdekt hadden.
Nee, je wordt er niet een... Schopenhauer, sorry voor mijn herhalingen. Maar Schopenhauer zegt, een man zoekt een opgewekte blablabla, levensmetgezel. Dat die man gaat lekker de deur uit en wat poen verdienen. En thuis zit niet de melkboer zijn witte melkpak uit te trekken om zijn grote ongelofelijke leuter te bevrijden uit zijn onderbroek. En de vrouw te gaan lopen palen. Nee, nee, man. Die vrouw is aan het ramen lappen. Even gas van huis schoonmaken. Dode plaatjes halen uit de planten. Oud papier bij de weg zetten. En als die man thuis komt, is het: hallo, wat leuk dat je weer bent. Kijk, hier is de krant. Het avondeten is er om 6:30. Of zo. Dat is de bedoeling. En al het andere werkt niet. Vrouwen kunnen niet voor zichzelf zorgen. Die krijgen een baantje bij de overheid als human resource manager. Waar heb je het gehad? Er is een vrouw die werkt hier bij de gemeentereiniging. Ze heeft zo'n klein elektrisch karretje. Ja, niet van haar, maar van de bedrijf. Dan gaat ze al die vuilnis bakken, prullenmanden gaat ze langs. En dan weer een beetje stoffen of zo. Ja, die heeft een baan. Maar iets als Wim Bulsink, die heeft ook een baan, die heeft werk, homeopaat geweest, heeft tuinwerk gedaan. Of iets met jeugdbegeleiding heeft hij ook gedaan. Ja, Wim zorgt wel voor zichzelf. Hoeft een ander niet voor hem te doen. Maar veel vrouwen hebben een uitkering, hoor. De enige vrouw die geen uitkering heeft, dat ben ik. Helaas. Nee, is niet helemaal waar. Het is wel jammer dat ik geen uitkering heb. Maar dat is mijn probleem. Oh, de storm is van mij. Nou zeg. Grote overschakeling. Dat is een front. Dus wij zijn heen en weer geraast. En de markt is nog open. Nou, die marktlaar zullen blij zijn. Gaat het nog even druk worden, denk ik, op de markt. Maar stond daar een lekker dekje te kopen. En die man die daar de tent runt. Die smijt van alles in de aanbiedingen. Had hij vandaag zo'n buitenlands gezin. Een Aziat. En dan ging het om die kleine visjes. Spiering of zo.
Wat zei hij nou? 3 kilo voor 12 euro. Dat is 4 euro de kilo. Dat is niet duur. Nou, moet je wel 3 kilo meenemen. En die mensen zo, weet niet. Lekker hoor, als je weet hoe je het klaar moet maken. Die kleine visjes, er werden zachte gaatjes. Moet je even op internet kijken, hoe je dat als vrouw even klaarmaakt. Een witte rijst erbij. Een panghangshaus. Of je gaat werken met de sambal. Een sambaloele. In de oven. Lekker heet. Het is wel leuk hè, over vrouwen. Ik had vandaag mijn moeder aan de lijn. En die nodigde me uit dan om morgen naar Nijmegen te komen. Om mee uit eten te gaan. En dat heb ik gezegd, nou liever niet. En dan mijn dochter ging ze doen. Dat doen we. Ik vind het allemaal best hoor, dat mijn dochter heel zelfstandig is of whatever is. Dat ze helemaal niet naar me luistert. Allemaal prima. Maar dan heb ik er ook niet veel mee te maken. Waarom zou ik haar willen zien? Ben ik verliefd op mijn dochter of zo? Nee, dat niet. Mijn dochter heeft mij begin dit jaar beloofd dat ze mij dan... Ik had er gebeld van, kunnen we even een keertje kletsen? Ze zei, ja, ik heb voorlopig geen tijd, maar als ik een tijd heb, dan bel ik jou. Ik zei, ja, wanneer is dat dan? Over sms'en. Nou, over 2 weken. Nou, dat was 1 januari dit jaar. Het is nou half maart, hè. Zou het dan echt zijn dat de meeste vrouwen echt niet deugen? Ja, zei mijn moeder, maar je moet de communicatielijn wel open houden. Ja, dat doe ik toch. Ik heb haar niet geblokt hoor, op Facebook. Ook niet in de spamfilter gegooid van mijn e-mail. Helemaal man. Nee. Ik bel haar niet meer. Ja. Haar pleegoom is ernstig ziek. Ja, dan geef ik haar door. En dan belt ze me wel van, oh, gaat het niet goed met hem? Ik zeg nee. Maar dan spreek ik haar even. Ja, dan weer niet, hè. Dan weer een hele tijd niet. En misschien hoort dat zo. Er is geen vrouw die deugt. Nee, mijn dochter mag het lekker bekijken. Was dat weer het? Ik had het met mijn dochter over bij het laatste keer dat ik haar sprak. Maar ja, wat weet jij eigenlijk van het karma?
van de geschiedenis. Van de vier families. Ze heeft dus de vader en de moeder. Nou, die vader heeft een vader en een moeder. En die moeder heeft een vader en een moeder. Dat zijn vier families. Wat weet je daar eigenlijk van? En dan zei mijn dochter, nou, daar wil ik helemaal niks van weten. Ik wil leven vanuit het heden. Oh, ja, misschien. En dat is de Schopenhauer net, hè. Want verleden en toekomst, dat zijn geen dingen waar vrouwen zich mee bezighouden. Die willen leuke dingen doen. Wim Kruidentuin, die was op vakantie gegaan. Het zijn, noem het maar, stiefgezin, pleeggezin, whatever. Zij zijn kinderen niet. Ergens in Nederland. Texel of zo. Wat ging het nou? Dat, ze hadden dan allemaal appartementen. En Wim had gezegd, dat was zijn ex. Die was er ook bij. Dat is de moeder van die twee kinderen. En Wim had gezegd, van, nou, als jij nou in dat appartement gaat. En dan gaat de rest gaat hier. En dan zou zij tenminste 10 meter verderop zitten. Want Wim, ja, die lust hem ook wel. En zijn pleegzoon. Of zoiets. Die lust hem ook wel. En een meisje, die dochter, ja, die lust hem ook wel. En dan blowen. Bij het kampvuur. En die vrouw die wilde er per se, nee, ik wil niet verderop. Nee, dan moet me iemand, ik wil dan bij de groep slapen. Dus dan moest Wim Kruidentuin moest maar in dat appartementje 10 meter verderop. Wim was goed. Nee. Nou, toen kwam die eerste avond. Lekker kampvuurtje, een vodka erbij, en jointjes draaien. Bla 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 bla. iPad erbij of zo. Muziekie. En we slapen houden. En die vrouw helemaal kwaad. En, die was inmiddels naar bed gegaan. En doet de ramen open. Zegt, kan het een beetje zachter. Waarop Wim dan dacht van ja. Wat was dan. Je wilt per se in die slaapkamer. Die vlakbij de. Je wil niet iets verderop liggen waar je geen last hebt van de herrie. Nee, jij wil dichtbij slapen en iedereen moet zijn bek houden. Maar we zijn hier op vakantie met z'n allen. Het is niet de vakantie voor die Tothola. Nee, het is een mooie boel. Dat kan ik je wel vertellen. Met die vrouwen. En je moet ze vooral niet confronteren met het gedrag of zo. Daar houden ze niet van. Ze kunnen niet tegen kritiek. Ja, dat was met mijn schoonfamilie. Die wilden ze nodig een weekendje met de familie ergens naartoe. Mensen hebben heel slecht onderling contact. Naar mijn meningen. Heel erg oppervlakkig naar elkaar. Maar dan gaan we dingetjes doen. Dan moesten we naar het zuiden van Limburg, bij de Vaalse Berg. En dan zouden we daar arriveren om vrijdagmiddag, om een uurtje of 5, 6.
Dus ik vraag aan de moeder van mijn kind, van ja, wat doen we dan met avondeten? Nou, zei ze, dat zien we dan wel. Maar toen dacht ik, daar heb ik geen zin in. Ja, dan kom je 5-6 uur 's avonds kom je daar aan. Maar de supermarkt is open tot 7 uur of zo. En waar ligt de supermarkt? Ja, of we gaan gelijk uit eten. Ja, dat kan ook. Dat weet ik ook niet. Dus ik stel voor om dat ik een curry zou maken. Een hele mooie curry gemaakt. Met verse makreel. Filet. Nee, kabeljauw. Kabeljauw. Kabeljauw, ja. Een kokos. Een Thaise basilicum. Dat mag niet meer verkocht worden hier in Nederland. Waarom? Gek, hè? Eco-beslag of zo. Schijnt heel moeilijk te zijn. Om het te kunnen verkopen. Een citroengas erin, een gember natuurlijk. Een limoen, dat is altijd een hitnummer. Ja, om te beginnen met curry en alles. En niet te veel peper, want er zullen allemaal kinderen mee eten. En mijn schoonmoeder, die was de aanstichter. Die heeft helemaal geen dankjewel gezegd. Ja, man. Ik ben er uren mee bezig geweest. Geen dankjewel. En dan de volgende ochtend, en de dochter van... de zwager, hij was toen gescheiden al, uit een nieuwe vrouw. Als oudste kind, was, die had griep. Ah, niet enorm, niet dodelijk. Dat verhoging, snotterig. Maar die moest toch mee. En de volgende ochtend lag dat kind dan in de woonkamer op de bank in een slaapzak te snotteren. En toen kwam de moeder van mijn kind, die kwam de woonkamer binnen en die zei, wie wil er warme chocolademelk? En mijn dochter en haar neefje en haar nicht met die griep, die riepen in koor, ja! De moeder van mijn kind die beende op de keuken af en dan komt mijn schoonmoeder erbij en die zegt, wat is hier aan de hand? Zegt de moeder van mijn kind, dat is haar dochter, nou, ik ga warme chocolademelk maken voor de kinderen. Nou, zei die moeder, dat mag voor alle kinderen, maar niet voor die met de griep. Het gemeen hoor, hoe vrouwen zijn. Het is echt heel gemeen. Wat dat arme meisje, dat is dan mijn achternicht of zo. Die moet al mee naar de stomme weekend daar in Zuid-Limburg, waar echt geen reet te beleven viel. Er was nog kut weer ook. We blij dat we naar huis gingen. En dan moet ze een meisje mee terwijl ze griep heeft. En dan moet ze toekijken hoe haar broer en haar nicht lekkere aan de warme chocolademelk. En zij krijgt niks. Ja, snorri hoor, man.
mijn schoonmoeder, maar dat is ook niet waar, want die moeder is net zo erg. De moeder van mijn kind. Precies hetzelfde. En dan kan je je afvragen van hoe komt het toch dat vrouwen op het werk dat ze minder verdienen dan een man. Nou, er staat op het internet een hele aardige, dat is een toespraak van een Command Executive Officer. Dat is een bovenbaas van het bedrijf. Van een ICT-bedrijf. Programmeursstal. En zij zei, ik ben gestopt met het aannemen van vrouwen. Ik heb ze er allemaal... Want dan ging ze helemaal achter, 's avonds was ze klaar. En dan liep ze naar beneden. En dan keek ze nog even in de zaal der programmeurs. En dan werd er overgewerkt. Het project was uitgelopen of zo. En alleen de mannen, die zaten er nog. Hè? En de vrouwen waren allemaal naar huis. Want die moesten voor de kinderen zorgen of zo. Of ze waren moe. Nee, zei ze, in mijn bedrijf geen vrouwen meer op de werkvloer. Over andere dingen kunnen we onderhandelen, maar niet een programmeursbaan. Waarbij het bedrijf afhankelijk is van jouw presteren. En als jij om 6 uur naar huis gaat, omdat je dat zo nodig vindt, terwijl een belangrijk project daardoor een behoorlijke schade op kan lopen, dan heb ik je liever niet. En alles is moeilijk, alles is zwaar. En daarom krijg je ook zo goed betaald. Want wij doen hier moeilijke dingen. En ja, een planning kan fout lopen. Maar dan gaan we niet naar huis. We blijven totdat we echt dood en dood en dood op zijn. En die mannen gingen dan om 12 uur 's avonds naar de leaseauto toe. Maar 's morgens om 7 uur stonden ze weer hun tanden te poetsen. En om 8:30 waren ze weer op werk. Afmaken wat je gisteravond hebt achtergelaten. Dat doen vrouwen niet. Die hebben die mentaliteit niet. Zo'n vrouw en die heeft een eigen bedrijf. En die wilde graag een stagiair. Ik zei, waarom? Ja, dan kan die dat en dat invoerwerk voor mij doen. Ik zei, ja, dat kan ik ook voor je doen. Het ging om... Ze heeft een moderne bureau. En dan krijgt ze zo'n e-mail van iemand met een kind. Of over zichzelf. En dan een cv erbij met wat je gedaan hebt. En je nationaliteit. En dan leuke foto's erbij. En dan knip, knap, 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 knap. Dan zei ze tegen mij van, ja, maar kunnen die mensen dat dan niet zelf invoeren? Ik zei, nou, dat kan je beter niet laten doen. Het is jouw database. Jij moet die gegevens krijgen, die moet je even scannen. Een beetje ordenen, rare hoofdletters eruit halen. Heel veel mensen maken typfouten, die moet allemaal uithalen. En die correcte gegevens moet je erin pleuren en dan de goede foto's erbij. En die foto's moet je even knippen, afgesproken formaat, 400 bij 600 of zo. Of 600 bij 400. Ja, maar ik zou graag willen dat een ander dat doet. Ja. Nou, ik wil het ook wel voor je doen. Doe ik het voor €15 per dossier.
Het is voor mij 10 minuten weg. En zoveel inschrijvingen had ze nou ook weer niet nodig. Ja, maar als ik nou stagiair heb, dan heb ik ook iemand op kantoor en dan kan ik mee praten. En dat vind ik gezellig. Toen had ze een stagiaire en die was maar €400 in de maand. Ja, ja. Dus ze had iets van 10 modellen per maand om in te schrijven. Dus bij mij was dat €150 geweest. Nee, ze geeft 400 uit, dus 250 meer voor de gezelligheid. En dan gaat ze ook nog broodjes halen voor zo iemand. Oh, 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 oh. Ik weet niet waar ik op moet houden. Ja. Met verhalen over vrouwen. Je wordt ook net te gek van. Als man. Echt langdurige relatie met samenwonen en alles. En die vrouw die werkte ook als secretaresse. Bij iets van dingen, alcohol en drugs of zo. Die zei tegen mij op een dag: ja, ik werk liever samen met mannen. Ja. Nou, na al die jaren kan ik dat ook zeggen. Ik werk liever samen met mannen. Helaas willen ze. Zijn vrouw die. Tegenwoordig is hij boos op mij, dus daar heb ik geen last meer van. En toen was Kevin Annette van de ICTCCS, ITCCS, International Tribunal Against Crimes of Church and State. Internationaal Tribunaal voor de Misdaden van kerk en staat. En Kevin Annette, die was in Waalwijk. En ik gaf dat zo door. Gewoon niet. Ja, ik had de auto nodig, de Clio. Maar ik dacht van, ah, Martin. Zo'n oude PvdA. Ik zei tegen Martin, je hebt misschien wel zin om mee te gaan. Hij had ook niks te doen. Uitkering, pensioen of zo. En zijn hond leefde toen nog, maar dat maakte niet uit. Dus, die kon wel heel rijk. Ja, we wilden Marco, die wilde ook wel mee. Ja, die vrouw wilde ook wel mee. Trouwens, goed. We moesten om 1 uur in Waalwijk zijn. Ik alles uitgeknobbeld. En zegt zij tegen mij: ja, kan je dan zondagavond dan naar mij komen? En dan, ja, dat is wel gezellig. Ja, is ook wel gezellig. Vind ik verder geen probleem. Dan was het zondagmiddag 5 uur en ik had er geen zin om weg te gaan. Ook weer geen honger of zo. Ik zal bij haar eten. Ik bel erop. Ik zeg, nou, ik kom wel, maar rond 9 uur of zo. Hè? Ja, dat is mij te laat. Laat hem maar zitten. Dan denk ik, oké. Okay. Ja, dat is oké. Maakt mij het uit. Kom ik niet. Kon ik wel de hele plan weer omgooien, want ik had net met die twee jokers afgesproken dat ze het Martin hoeft alleen maar Marco op te halen en dan doorturven naar Claudia.
En klaar. En dan om 1 uur in Waalwijk. Nou, ik zou dus niet bij haar gaan slapen, dus... Nou, weer bellen met Martin. Al die tijden doorgegeven. Dus, heb ik nou gezegd? 9:45 bij mij of zo? Want naar Waalwijk is eindje rij, hoor. 10:45. Al die tijden doorgegeven. Ja, en uiteindelijk, precies op tijd, zijn we 9:50 of zo. Wordt er bij me aangebeld. Nou, dat had ik ook precies zo gepland. Want dan zit er om 10 uur op de, weet dat ding, de A30 of zo. A36. Dan zijn we op weg. Dan zijn we er altijd. Behalve dat Martin fout reed bij... Den Bosch. Maar daar kon hij niks aan doen. Ik had het ook niet gezien. Maar we waren keurig op tijd. Dat ging prima. Maar dan wordt dus aangebeld bij mij. En ik loop naar beneden. En dan staat Claudia met een hele kwaai kop. Ja, en wat is het nou? Ik zit de hele ochtend al op jou te wachten. En je komt me niet. En ik denk, wat nou? Dan ben ik echt mijn klomp kwijt, hoor. Ik zit de hele ochtend op jou te wachten en je komt maar niet. Wat denk je nou? Ik heb haar helemaal niet uitgenodigd om mee te gaan naar Kevin Annette. Zij wilde er zo graag mee. Nou dan. En zij wilde dan dat ik bij haar zou eten en bij haar op de bank zou slapen en dat we vanuit haar woning zouden vertrekken. Dat word ik allemaal best, maar dan zou ik pas komen een minuutje of 8:30, 9:00. Ik moest er wat doen, weet ik wel wat ik aan het doen was. Nou, dat gaat dan allemaal niet door, dat is allemaal niet goed. En ja, dan slaap ik niet bij haar, maar dat betekent dan niet dat ik 's morgens vroeg bij haar op de stoep ga staan. 2 uur van tevoren, voordat de auto komt. En waarom? Maar koffie drinken, dat zouden we onderweg gaan doen. Maar daar hebben vrouwen moeite mee. Met die diepe gedachte. Dat er heel veel bij komt kijken. Bij zo'n tochtje naar Waalwijk en weer terug. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Ik vond het wel leuk, hoor. Dit was dus Er is geen vrouw die deugt. De bundel van essays van Schopenhauer. Vertaald in het Nederlands. Door Wim Raven. Voor het eerst uitgegeven in Nederland in 1974. En ik heb een druk uit 1999. Nou, en dan Schopenhauer, dat is ein Deutscher. Und darum sag ich auf Deutsch so fröhlich möglich. Tschüss und Dag lieverds.